e bicorre vino, ali lai so meni sorgu di den na insrana. No den ka giu awa, e den ki sui srana, qui ala ya no man forbiti na pres pe umeta. So meni neti sai li praseri, no masribi Homeri war to taki Af sale guinti Urume arki Someri ari sale Uatra gue busoso Sa ukandu Ae mi stranan Mi lobi So lazy day epsa Du ere no ben ya I kasu aki de na pamili de So para we Trobie me ala dei Ma lo vide na ala sei So lisa abina fili Fu lo vi di dendra pe So merine Sai prazeri di un uomo stridi O me ne vuoi tutti a sale guinti Un uomo archi So me ne arizzale O a tratte vu sosso Sa o candu Ai mi strana Mi lobi Den ka giu awa, e den ki sui franan, pi ala ya no man forbiti na pres pe umbetan. So meni ne tip sai ni prazeri, di un uomo stridi. O meni uor tutati, ap sale guidi, un uomo archi. Uatra que busoso Aiza ukandu Mami stranan Mi love you Een goedemorgen vanuit Sweetie Suriname. Mijn naam is Gloria Bortsen met het programma Even na 9, maar het is nu even na 8. In verband met de speech die we vanmiddag gaan horen van de heer Rutte, premier Rutte. Ik wens u nogmaals iedereen een goedemorgen. Ik ga doen zoals Harry Jongloy het deed. Arjimang in een foto. Abrawatra. Awans peunde Radio 9. Ebaru van Biggie Odi. Voor degenen die vandaag jarig zijn. Hiep, piep, 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 piep. Hoeré! Degene die ziek zijn van harte beterschap en een speedy recovery. Degene in de gevangenis, ook aan u denken wij. Wensen u heel veel sterkte. En dat u in het vervolg betere keuzes mag maken. En degene die een naaste hebben verloren, een dierbare. Wensen wij ook heel veel sterkte. Voor Wakabita Pasidisi. En dat u vrede mag ervaren gaande de weg. Nogmaals, goedemorgen. Jawel, u weet het. De heer Rutte, premier Rutte, die gaat vandaag om 3 uur Nederlandse tijd, 11 uur Surinaamse tijd. Een hele belangrijke speech houden. Wordt van alles gegist. Wat zal het zijn? Wat zal het zijn? Nou, ga ik een klein beetje uit van de heer Rutte zijn intelligentie. Alhoewel hij vaak last heeft van selectieve amnesia. Dat hij geen actieve herinneringen heeft. Nou, ik mag hopen dat hij een actieve herinneringen heeft. Dat hij in 2020, ja. Heeft hij toen namens de Nederlandse overheid excuses aangeboden aan de Joodse gemeenschap in Nederland. En die datum, ik weet niet meer welke datum, maar het was in elk geval in 2020, was een dag voor de 75-jarige herdenking van Auschwitz-bevrijding. Dus,
Hij heeft het op een historisch moment gedaan. Althans, rekening gehouden met een historische datum voor de Joodse gemeenschap. Hij heeft niet zomaar een of ander datum genoemd. Hij heeft rekening gehouden met wat het, de beladenheid ervan, wat het voor de Joodse gemeenschap zou betekenen. En op die dag, een dag ervoor, heeft hij dat gedaan. Dus ja, je gaat ervan uit dat hij, hoe noem je dat? Maar hij ook in deze rekening zal houden en respectvol zal zijn qua datum. Het is koffiedik kijken, niemand weet hoe of wat. Is het het begin van een proces? Prima, als u dat zegt. We zijn er ons van bewust en we gaan samenwerken naar 1 juli om het helemaal af te ronden. Dan zeg ik, oké, dat mag u vertellen. Het zou, u weet het sowieso dat Nederland in deze het niet helemaal volgens, of niet gedaan heeft zoals het hoort. De Surinaamse regering was nergens van op de hoogte. Die hebben het via de media moeten vernemen. Nou, dat is alvast een hele zware fout. Bewust. Disrespectvol gedrag noemen sommige mensen het. En vandaar natuurlijk ben heel snel de minister Kaag hierheen heeft gestuurd. Want ja, dat was zoals Maxima toen tegen Alexander zei in een interview. Dat was een beetje dom. Nou, dat was zeker een beetje dom van de heer van de overheid, de Nederlandse regering, dat het niet vooraf is gecommuniceerd met de Surinaamse regering. En moet ik je vooraf vertellen als ik je excuses ga aanbieden? Ik denk in de persoonlijke sfeer hoeft dat niet. Ik kan je bellen en zeggen, nou, ik wil met je praten. Stel, ik heb iemand wat aangedaan. Ik wil met je praten. Komt je uit, want ik wil dit en dit rond even uitpraten. Maar in dit geval praten we over dus natie, een land, hè, naar een ander land toe. Een beladen onderwerp. Dan doe je dat niet zo als een als de vroegere kolonisator. Dan doe je dat op een beschaafde manier, op een manier van besef, van respect. En je geeft het door aan de Surinaamse regering van wij zijn van voornemens, dan dit en dit te gaan doen. Sint Maarten heeft zich uitgesproken en heeft gezegd, wij accepteren dit niet. Mocht het om excuses gaan, gaan wij niet accepteren. Die hebben dus een heel duidelijk standpunt ingenomen. En hoe prettig is het als je standpunt kunt innemen, hè? Dat je heel duidelijk laat zien waar je voor staat. En Afiba zegt, ik ga er niet naar luisteren. Daar heeft hij wel respect voor. Dat je niet gaat luisteren? Oké, ja. Goedemorgen, zegt Kas, Afiba Diana Roussi, die zegt, Gloria, je had moeten zien hoe je glom bij IJsranang, we love you. Ja, I love my country. Het is belangrijk dat je dus erkentenis hebt, dat je beseft dat je fouten hebt gemaakt, dat je het anders moet gaan doen. Dus we zijn allemaal benieuwd naar wat hij zal zeggen. Ik ben eerder begonnen vandaag, omdat we allemaal van de media zijn uitgenodigd om bij Royal aanwezig te zijn. We kunnen niet aanwezig zijn wanneer die speech wordt vertoond. Want dat is alleen voor een groep genodigden met minister Weerwind. Zoals je weet ook al in Suriname is. Het bezoek van hem stond al gepland. Het zou eigenlijk zijn van 15 tot en met 20 december. In verband met het bezoek aan de minister van Justitie en Politie. En allerlei zaken te gaan regelen op dat rechtsgebied, zeg maar. Door de hele situatie hebben ze het een beetje verschoven dat de minister Weerwind later is gekomen en minister Kaag is gekomen. In de hoop, denk ik, om zaken goed uit te leggen. Wij merken bij de president dat hij niet een uitgesproken standpunt heeft erover. Hij heeft niet gezegd van, mocht het om excuses gaan, met alle respect mevrouw Kaag en mevrouw en meneer Rutte, wij gaan het op deze wijze niet accepteren. Dat staan wij niet toe. Dat hebben we niet gemerkt bij de president. Die heeft het een beetje een beetje blauw-blauw gelaten. En ik denk dat je soms heel duidelijk je standpunt moet laten weten. En niet om ruzie te zoeken, niet om onaardig te zijn, maar gewoon je standpunt bekendmaken. U weet ook waar ik voor sta. Ik heb zero tolerance met mensen die van alles roepen en allerlei leugens verkondigen en uit willen schelden. Nou, u wordt eruit geknikkerd zo gauw wij dat zien. En dus daar heb ik ook een standpunt voor. Sharma vraagt, wie bepaalt hoe excuses aanbieden hoort? Is er een blauwdruk daarvoor? Nee, er is geen blauwdruk daarvoor. Maar als we kijken naar de geschiedenis, dan zien we dat je
als land in elk geval, niet als persoon tot persoon, maar als land, als natie tot natie, er bepaalde ook daarin protocollen zijn. Dat je beseft hoe gevoelig de zaken liggen en dat je vanuit dat besef een keuze gaat maken. Blauwdruk? Nee. Maar net zoals ik al heb aangegeven aan het begin, in 2020 heeft premier Rutte dat naar de Joodse gemeenschap gedaan, een dag voor die viering van de 75-jarige Auschwitz-bevrijding. Dus hij heeft rekening gehouden met een datum dat voor de Joodse gemeenschap erg belangrijk was. 75 jaar geleden werden de Joden bevrijd uit Auschwitz. Dat is voor de Joodse gemeenschap heel belangrijk. Mij misschien, ik heb wel een Joodse grootmoeder, maar iemand anders bijvoorbeeld zou het helemaal niks zeggen van oké. Maar voor de Joodse gemeenschap was die periode, die datum wel degelijk van belang. Dus blauwdruk, nee, Sharma. Maar uit courtesy, uit respect, uit empathie zou je zeggen, je houdt een beetje rekening qua periode dat je kiest. He, dat is wat ik wil zeggen. En Margot zegt, er was toch ook geen blauwdruk om de mensen tot slaven te maken? Nee, er was ook geen blauwdruk. Dus ik denk, nogmaals, ik wil het goed uitleggen. Als ik u iets heb aangedaan, persoonlijke sfeer, privé sfeer, dan kan ik je bellen en zeggen van luister, ik wil graag met je praten. Komt het je uit, want ik wil excuses aanbieden. Of dat ga je niet vooraf vragen. In dit geval, nogmaals, ik hoop toch dat mensen wel begrijpen de beladenheid ervan. En misschien begrijpt niet iedereen het, dan wil ik het wel eens uitleggen. Het gaat erom dat in de tijd, zoveel jaren geleden, honderden, duizenden zijn gehaald tegen hun wil. Ook weliswaar verkocht door hun eigen Afrikaanse mensen. Dat is ook waar, gedeeltelijk. Die zijn hier naartoe ontvoerd. In het ruim geplaatst, aan ketenen vastgebonden in het ruim. Nauwelijks eten, in hun eigen uitwerpsel liggen. Hier naartoe komen, een brandmerk krijgen. En daar staan in je naki. En dan word je gekeurd alsof je een koe was. Draai om linksom, laat me je armen zien. Oh ja, deze wil ik kopen. Zo ging dat. We praten niet over iets. Ach, we hebben wat mee. Nee, we moeten wel begrijpen. Ik heb het niet meegemaakt, mijn oma ook niet. Maar het is wel een historisch feit. Dat kunnen we niet ontkennen. En we moeten het ook niet gooien in het hoopje. En dan merkt de president het vaak genoeg benoemd. Koloniaal verleden. Het maakt wel degelijk deel uit van het koloniaal verleden. Maar het is toch wel een heel andere ballgame dan de immigratie. Van Javanen en hun stammen. Alhoewel ook sommigen zijn ontvoerd. Ook hier niet goed zijn behandeld. Er is ook een opstand geweest onder de Hindustaanse immigranten. Dat is waar. Maar er is toch een verschil, mensen. Je kunt niet alles op één hoop gooien. Echt niet. Ja, dat kan. Dat kan je wel doen. Maar het zou niet kies zijn. Niet netjes zijn, laat ik zo zeggen. Even kijken. Sharma zegt, ze denkt dat de premier Rutte wel goed hier heeft overwogen. Nou, dan ga ik je terugvragen, Sharma. Ik hou wel van deze open discussie op een beschaafde en volwassen manier. Als dat zo is, Sharma, dat hij het goed over heeft nagedacht. Hoe komt het dan dat de Surinaamse regering hiervan niet op de hoogte, vooraf op de hoogte is gesteld? Als men er goed over heeft nagedacht. Ja, maar hoe kan het dat de Surinaamse regering het via de media moet horen? Dat er niet rechtstreeks vanuit ene regering naar de andere regering, van ene bewindslid naar de andere bewindsman is gecommuniceerd. Blijkbaar heeft hij daar toen ook niet over gedacht. Hij heeft wel over gedacht bij de Joodse gemeenschap. Hij heeft vaak dingen ook ontkend en zegt, die heeft er geen actieve herinnering aan. Dus ja, ik weet niet of ik zo meneer president, hoe die premier Rutte wil verdedigen, maar ik denk het heeft te maken met een stukje cachet, weet je, een beetje rekening houden met, zoals het is gedaan met de Joodse gemeenschap. En dan lees ik hier Joan zeggen, jullie willen het, wie is jullie, weet je, het is ook zo onaardig, dus hier heb je het, verder niet zeuren, je krijgt wat je wil. Dat is zo'n onaardige opmerking, Joan, en ook werkelijk niet eens openstaan voor wat een ander uitlegt. En, ik zei het gisteren tegen een vriend van mij, ik vind zelf, persoonlijk, dat wij te veel focussen op dit stukje, want we hebben onze eigen problemen. En ik
zou het net zo fijn hebben gevonden als we met z'n allen ons zo druk zouden maken. En dan hoop ik dat Joan dat ook zou doen over onze gezondheidszorg. Dat we daarover blijven ageren en zeggen, het gaat niet goed in onze gezondheidszorg. Dat moeten we ook gaan herstellen. Maar we kunnen dus dit niet zomaar, weet je, blauw laten liggen en er zo makkelijk overheen stappen. Heb ik slavernij meegemaakt? Nee. Mijn oma ook niet. Nou, overgrootoma waarschijnlijk wel. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. De Joden gevraagd hebben om die erkenning, de Joodse gemeenschap, heel veel van ze hebben het niet eens meegemaakt. Het gaat om een stukje leed dat is aangedaan en dat we tot erkenning komen. Dat leed is inderdaad veroorzaakt door mijn ouders of mijn voorouders of whatever. Daar gaat het om. En als je dan, ja, maar goed. Oké, dan heb ik er waarschijnlijk niet goed begrepen. Dan trek ik mijn woorden terug en dan bied ik mijn excuus aan. Maar vertel, wat heb ik niet goed begrepen? Van Nora zegt, training, totaal gebrek aan eenheid, wederom. Thank you. Dat is het. Bijvoorbeeld je zou kunnen zeggen, wij als zogenaamde nazaten, niet zogenaamd, dat meer refereer dit, als nazaten van de slaven, zouden één moeten vormen, want dat hebben we ook niet. De anderen schreeuwen van alles, willen ze geld hebben en dan weet ik veel allemaal. Er is geen eenheid binnen die groep. Vervolgens horen we ook niets van de andere groepen die ook hier naartoe zijn gebracht. Zoals bijvoorbeeld de Hunestaanse gemeenschap of de Javaanse gemeenschap. Hebben wij ook niet gehoord dat ze zeggen, nou, we staan achter jullie jongens, wij weten hoe het is geweest. Of van onze verhalen van onze voorouders. Eenheid is er niet en dat heeft de persoon heel goed verwoord. Oké, Joan, mijn excuses. Mijn excuses, Joan. Nou was ik weer te voorbarig. Je zei me toch met sneltoemzie, foepiekie. Ja, het is bedoeld naar de Nederlandse regering die denkt van, nou, je wil het toch hebben, dan krijg je het, niet zeuren. Ja, oké, ik snap het. Dat zegt Geert Wilders ook. Hij noemt het zeurpieten. Natuurlijk ook een mooie woordkeus, hè, van de zwarte pieten, zeurpieten. En wat Letitia zegt, er zijn te veel hokjes die hiervoor opkomen. En de witte man lacht in zijn vuistje. Zo is dat. Eenheid. En persoonlijk zeg ik, is gewoon puur zek rationeel kijken naar het geval. Zeg ik, oké, dit verdient geen schoonheidsprijs. De wijze hoe het gegaan is, nee, is niet correct. Is puur rationeel, op basis van fatsoen. Weet je wel? Tegelijkertijd zeg ik, en ik heb het gisteravond nog benoemd, ik zal het zelf lezen, wat ik heb gezegd aan die persoon. Het me niet dat ik nou zomaar mijn verzin van verhaal, ja, zo. Niet tegen. Ik zeg, wij houden ons bezig met respect van anderen. En ondertussen is onze gezondheidszorg al jaren zonder enige respect behandeld. Al jaren behandelen wij de inheemsen zonder respect. Hebben wij ook geen respect voor onze natuur? Wij focussen ons op de verkeerde zaken, vind ik. Ons land is in zwaar weer. Dat stuurde ik gisteravond naar een vriend van mij waarmee ik in gesprek was, discussie was. Van, ja, is het erg belangrijk? Hoe gaan we het zien? En rationeel gezien, zoals ik al zei, uit overweging ten aanzien van datum, dan zeg ik, doe het, premier Rutte. Zoals u het gedaan heeft met de Joodse gemeenschap toen, heeft u uit respect voor hun historische datum, heeft u rekening gehouden met het aanbieden van uw excuses. Ik snap en ik besef dat ik voor mijn beurt spreek, want ik weet helemaal niet wat hij gaat zeggen. En ik ga ervan uit, inderdaad, dat hij uit fatsoen en empathie vandaag geen excuses zal aanbieden. Dat lijkt mij sterk. Roé zegt, iemand zegt, Anna die zegt het, wauw, dat is wel een mooie. Een bromtjidjari met veel onkruid. Dat is een hele mooie, Anna. Roé zegt, maar waarom kunnen we elkaar niet steunen hierin? Niemand gaat voor ons doen, toch? Kom op mensen, kom op nazaten, man. De ene haalt de andere neer. Luister maar naar Julian Wit, wat een brokkozakka zegt onze eigen mensen. Stop ermee, eenheid graag. Dit is wat ik iedere keer ook vraag. We moeten het samen doen.
United, we stand, right? Divided, we fall. En we zien, we blijven vallen, toch? En de andere partij lacht zich helemaal suf. Er zit eens een eenheid onder ons. Jullie hebben niet eens respect voor elkaar. Vele groepen willen voor eigen succes gaan, zegt Letitia. En daarom dat het dus niet lukt. Afiba zegt, de CARICOM heeft het op zijn kaart gezet voor 2023. Daarom heeft de Nederlandse staat haast. Maar goed, Sint Maarten heeft een duidelijk standpunt ingenomen. Suriname heeft wat mij betreft geen duidelijk standpunt ingenomen. Ik heb de president niet horen zeggen. Dank u wel voor uw bezoek hier, minister Kaag. Echter kan ik u al van tevoren mededelen dat ons standpunt als Surinaamse overheid is dat wij, als het om excuses mocht gaan op 19 december, wij die niet in alle beschaving, alle fatsoen, met alle respect, niet zullen accepteren. De wijze zoals het gegaan is, dat vinden wij niet correct. En wij vragen ook dat wij met respect behandeld worden, hè, dat die courtesy u aan ons geeft en dat wij het via de media hebben moeten horen. Dat is natuurlijk wel heel erg respectloos geweest. Nou, zoiets, hè? Maar ja, ik zeg het vaak. De beste stuurlui staan aan wal. En ik sta aan wal. Meneer Knapja, ik verteer van mij, Vinnie. Het moet. Maar nogmaals. Als wij praten dat... En vallen... En dat is dus een andere discussie. Nogmaals, laat me het even verduidelijken. Moet Nederland excuses aanbieden aan al die landen waar zij de kolonisator van zijn geweest? Ja. Hebben zij hier debet aan? Nee. Hebben zij ervan geprofiteerd en profiteren ze er nog van? Ja. Tegelijkertijd, zei ik ook tegen een vriendin, het geld dat ze hebben gestolen van ons, het is gestolen door dus allerlei dingen te doen hier, hebben zij wel goed besteed. Dus het heeft het geld dat ze hebben vergaard, gestolen, hebben zij gebracht naar hun land. En de mensen daar, dat moet je ook eerlijk in zijn, met de etakrim, hebben de mensen daar die in charge waren wel degelijk goede dingen gedaan met die money. Want als je een corrupte bende had gehad in Nederland ook, dan had je aan money bij bzbaba, nou aan osso bij boy, nou aan broodje bij bouw, niks nog bij gobo. Dus, maar goed, dat is terzijde. Maar als wij ze zeggen, nogmaals, hè, respect moet komen, dan zeg ik, jongens, hoe gaan wij met elkaar om? Hoe gaan wij met onze inheemse, de oorspronkelijke bewoners van Suriname om? Wat hebben wij voor ontwikkeling gebracht voor onze mensen? Wat hebben wij gedaan om onze mensen respectvol te behandelen? Ik wil liever de focus daarop leggen. Weet je, want anders is wat ik vind, hè? Zijn we steeds naar buiten gericht in plaats van eerst ook te kijken naar ons eigen ding. En natuurlijk is dit, het staat er helemaal, let wel, het staat bij mij niet ter discussie of Holland doosani. Ah, Holland doosani, ja. De voorouders voor de man doosani. Piet Hein zei de karwan, soldaten ben de grootste, soldaten ben niet groot. Hij was gewoon een piraat. Dus die dingen moeten we gewoon zeggen zoals ze zijn. En dat het overigens shameful is dat er niets van onze geschiedenis staat in de Nederlandse geschiedenisboeken, is ook iets waarvoor ik zeg, ze moeten zich diep schamen. Niets staat er over onze rol in de Tweede Wereldoorlog, niet alleen op het leveren van bauxiet, maar ook op het leveren van manschappen, waaronder mijn vader. Dat is ook een veteraan. Er staat helemaal niks, vind je. Dat wij hebben geholpen tijdens de watersnood en geld hebben ingeschameld. Er staat ook helemaal niks in de boeken. Dat er zoveel plekken hier een Nederlandse naam hebben. Vind je ook niet terug in de geschiedenisboeken. Dus Nederland heeft ons bewust ons weggezwegen. Nou, dat is een feit. Staat er, het bewijs is er. Maar wat gaan wij nu doen? Ja? Als men zegt, is het iets waar we zoveel energie in moeten stoppen. En ik had het zo graag gewild. Hè, dat al die groepen. En ik snap het. Dat is waarschijnlijk appels en peren vergelijken. Maar als het gaat om je land Suriname. Dat je zo druk zou maken. Ook daar. Wij als diaspora. Over wat er gebeurt hier in met onze gezondheidszorg. Al jaren. Dat we ook daarvoor gaan zeggen. Van wij eisen dat het anders gaat. Appels en peren vergelijken. I know. Maar, ja. Wij zelf gaan niet met respect om.
met elkaar. Behandelen ons land niet respectvol. Ik heb gisteren schoongemaakt. Ik heb een schoonmaakactie gehouden. Wederom. En iemand stuurt... Geweldig, hè? Dat bedoel ik, jongen. Mensen kunnen zomaar dingen vertellen. Is gewoon belachelijk. En laat me er maar om lachen. Want if you go erger is er even naar een hoger bloeddruk mokkie. En minak nek is nog een keer hoger bloeddruk in de naam van Jezus. Ja. Oude meneer. Apotti. Ja. Dan ga ik het even chargeren voor mezelf. Even in eigen woorden zeggen. Zo omdat de Hollanders kon. Ja, dat ik go haastig tref go kring. Really? Ziet u hoe wij zo omgaan met elkaar? U die mij regelmatig naar mijn programma kijkt, weet dat ik vaker een schoonmaakactie heb gehouden. En zomaar komt iemand en die beweert nu, omdat de Bedman komt, Milongo Kring. Nee, Milongo Kring, omdat Milop Mikondre. En het is alleen maar in lippentaal. Inmiddels dus heb ik dat genoeg bewezen. Dat het niet alleen maar la la bla 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 en tralala is. Ik heb bewezen dat ik daadwerkelijk een bijdrage wil leveren. Zo'n beetje, zo klein. Aan de oplossing van een probleem. Of een bijdrage aan een verbetering van iets. En als het zou toch geweldig zijn. Als we ons daarover zouden druk maken ook. Dat we zeggen, hoe respectvol gaan wij met elkaar om dan? Luisteren we wel naar elkaar? En ik zie dat iemand iets hier zegt, vandaar de tegenstand, vandaar dat de mensen het niet pikken. Oh, iemand zegt, de premier is ook niet de juiste persoon. Nee, hij heeft het wel gedaan bij de Joden, de Joodse gemeenschap, en die hebben het geaccepteerd. En Louise zegt, ja, ik heb het ook gelezen. Gewoon een vervelende opmerking. Ja, ik bedoel, weet je. En nogmaals, respect moet je ook verdienen. Hè? En in dit geval, nogmaals, ik begrijp het appels en peren. Maar ik wil het toch een beetje naar elkaar toe brengen. En we praten over het woordje respect. En zeg ik, mensen, ik mis het respect naar onze eigen mensen hier. Ik mis het respect naar ons land, naar onze omgeving, naar onze natuur. Heeft u enig idee dat wat wij, hè? Look away. Uno no no. Anno 20ste eeuw. Ik doe naar een egikondre. Go in a binnenland, je kree. Go na prokopondo, je kree. Pa respect dat dit dan. En, voor smasa wroko tranga, voor go in a buzi, in wat kondres, dat no sabi, diepe respect. Voor de voorouders van de Marons. Absoluut diepe respect. Die hebben gezegd, wij weigeren te werken voor jou. We willen hier niet in. We wilden hier niet zijn. Dus we weigeren. Die zijn gevlucht. Denk Katori. Vlucht. Go in wambusi sai no sabi. Wankondre sai no sab next. En suma je ding. De inheemse. De inheemse hebben ze geholpen een beetje wegwijs te maken. En die mannen hebben gestreden. Die hebben daar gestaan. Die zeggen, nee. Wij zijn mensen. En we zijn geen dieren. En we laten ons zo niet wegzetten. Hebben daar hun dorpen gebouwd. Ver. Vanuit Paramaribo. Moet je nagaan hoeveel dagen ze hebben moeten lopen. Hoeveel mensen, kinderen. En wat doen wij? Wij vernietigen Brokopondo. Natuurreservaat. Onze wateren vernietigen met kwik. Oh, hoe respectvol zijn wij naar elkaar toe. En dan denk ik... weet je... Is dit de weg? En vanuit mijn geloofsovertuiging weet ik natuurlijk dat, dat in de Bijbel staat dat de laatste der dagen zullen mensen liefdeloos zijn. Mensen zullen allerlei dingen beweren en doen. We zien het, hè? Op geen enkele manier bijna kan je een ander overtuigen van de wijze zoals u praat is niet fatsoenlijk. Als wij als journalisten... Media, radio, mensen zitten in een persconferentie. Kunnen wij als media niet onbeleefd praten tegen een president? Dat kan niet. Waarom niet? Protocol. Waarom kan een leerling geen grote mond geven aan de lerares? Kan niet. Fatsoen. Protocol. Nou, zo zijn de dingen die we met elkaar hebben afgesproken. En ik merk
dat, dat we met z'n allen eigenlijk ons hebben laten meenemen, laten manipuleren in die tweedeling. Dat gedaan is door de kolonisator, heeft gezorgd natuurlijk voor de verdeel en heers, omdat je anders zou je een te grote samensmelting krijgen van krachten tegenover een paar witte mannen. En dat wij zelf nog steeds doorgaan. Wij gaan nog steeds door in verdeling. En er is geen enkele eenheid. Sorry. Neem even een slokje. Neemt u mij niet kwalijk. Neemt u mij niet kwalijk. Even een slokje. Als een kikker. Dan heet ja. Ik kon de dingen niet vinden. De afstandsbediening van de airco. Ik ben helemaal niet dol op airco zelf. Oké. Even kijken wat er hier gezegd wordt. Ann zegt, mensen aan de top hebben ook niet gezorgd voor eenheid. Ze zijn doorgegaan in het kolonialistisch systeem door ons apart te houden. Oké, dat klopt, Ann. Maar waar blijft dan onze eigen verantwoordelijkheid? Want anders gaan we het weer buiten onszelf zoeken. We moeten toch even zeggen, wacht even. We hebben door wat jullie doen, daar aan de top. Maar we gaan wel die eenheid vormen met elkaar. En op de markt heb je het, hoor. Je hebt het op de markt. Diana zegt, de Indianen, de inheemse, waren de eerste bewoners van Suriname. Deze bewoners zijn door de witte mensen uitgeroeid en verder de bossen ingestuurd. Die Indianen zouden ook excuus moeten krijgen dat hun land beroofd is en hun voorouders vermoord zijn. En ook tijdelijk als slaven zijn gebruikt. Dat is ook waar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Want toen de blanke man ontdekte, maar deze mensen, de inheemse Indianen, die zijn lichamelijk niet in staat om het zware werk te doen. Dat waren ze ook niet. De inheemse waren van heel andere dingen. Hun lichaamsbouw is ook heel anders. En toen zijn ze dus de slaven gehaald uit Afrika. Met een onbevaren volk is het slecht zeilen. Sharma zegt, check de nieuwe film van Will Smith. Emancipation. Dan krijg je een idee wat de Maronbroeders ongeveer hebben meegemaakt. Zie maar de verschillen, zegt Letitia, in de verschillende etnische partijen. Mijn voorouders, zegt Marlene, hebben geducht strijd geleverd. Plantage Rorok, Babel, Landveld, Meiland tegen de onderdrukkers. Na de afschaffing van de slavernij hebben mijn ouders het niet vertrouwd. Ze zijn 10 jaar doorgegaan met strijd voeren samen met de inheemsen. Prachtig onze geschiedenis, hè? En ik vind ook dat we onze inheemsen, broeders en zusters, zwaar tekort doen al decennia lang. En weet je, maar de inheemsen, die hoor je niet. Ik sprak van de week met twee en ze zeiden van, ons hoeft het allemaal niet, hoor. Laten we maar samenwerken met elkaar en één vormen. Zijn we één? Het zijn de twee inheemse broeders. En ik denk, ja, wat moet ik daar tegen zeggen? Ze zeggen, niemand heeft ons ooit excuus aangeboden. Ja, dat klopt. Dat klopt. Ze zijn gekomen en hebben jouw land gestolen. En hebben je verdreven, hebben je ziek gemaakt. Hebben je door allerlei griep en mazelen en van mijn pokken, weet ik veel wat er was. En de Indianen, hun stel was niet zo berekend op al die vreemde ziektes. En die is dus inderdaad, er zijn heel veel van gestorven. En ja, Henk, woorden vallen soms zwaar. En ja, we moeten een stukje closure hebben. Ben ik helemaal eens. Die closure moet je krijgen. Om als natie ook te zeggen, oké, dit stuk hebben we afgesloten. We kunnen hier niks mee. We kunnen er alleen maar van leren. En hoe gaan wij nu in de toekomst als natie ervoor zorgen dat we in elk geval werken aan eenheid. En in elk geval respect zullen gaan tonen naar onze mensen en onze natuur. Dat wij als bewindslieden, als regeerders, met respect omgaan met het verstrekken van vergunningen aan concessiehouders. Zullen we dat ook doen? Respectvol omgaan met onze natuur. Met onze inheemse, nogmaals. Met onze gezondheidszorg. Met ons
milieu, onze straten. Ik ben gisteren gaan schoonmaken. Om te huilen. Er zijn mensen geweest om ons te helpen. We waren daar met z'n 7, denk ik. Samen met OW. Nogmaals mijn complimenten naar de heer Jason Gummels, die zijn mensen heeft gestuurd, bruskutters heeft gestuurd. En er is een meneer met van petflessen gekomen. Geweldig idee, daar heb ik niet eens over nagedacht. Dus geweldig dat ze dat hebben gedaan. Dat meneer van petflessen er was. Dat wij al die rommel, die wij zo respectvol, hè, respectvol gooien op straat. En waar we ook nog zo respectloos alleen de daklozen de schuld van geven. Nou, wat ik daar heb gezien, sterk verhaal, dat de daklozen dat doen. Onmogelijk. Ook weer, daarin nemen wij geen verantwoordelijkheid als samenleving, als burger. Dan las je dat aan de mensen, ja, dit is de taak van de overheid. Ik ga u willen vertellen. Oké, de inheemse waren niet zwak. Ze gingen liever ziek of dood in plaats van als werktuig te gebruikt worden. Oké, dan neem ik dat ook aan als je dat zegt, Marlene. Ik heb het anders geleerd, maar ik wil dat ook wel geloven. Nomi las mi draad. Nomi las mi punt. Helemaal. Teko oru, no? Waar had ik het over? Wie kan me helpen? Als jullie hebben geluisterd naar mij, dan leg me uit, San Betagi. Het ging over het woordje respect. Dan maak je daar... Oh yes, ik weet het dan. Iemand zei het is de taak van de overheid van OW. Maar weet u, we hebben als burgers niet alleen maar rechten, maar u heeft ook plichten. Dus voor degene die het niet begrepen, dat we brengen je money. Jullie burger, je abiriti, dat je goed onderwijs krijgt, je kinderen, dat je verzekerd bent van gezondheidszorg. En dat je gezonde voeding kan kopen. Nou, maar je hebt ook plichten. En een van de plichten is dat u ervoor zorgt dat uw omgeving schoon is. Dus voor degene die het gezegd heeft, is taak van OW, heeft u gedeeltelijk gelijk. Maar het is een samenspel. Zelfs daarin is er geen hoene bondru konawang. Nee, dit is naar overheid moest doen. Dit is naar lanti. Nou, je ook toe lek burger. Ook toe je lek burger op je verantwoord toe. No trouwe je rommelt op straat. Dat is respectloos. Nou ja. En dus Rendel, je bent te laat binnengekomen. Dus ik heb het over gehad over het excuus. Dus, en het respect. En gisteren dus, nogmaals, was ik aan het schoonmaken. Schoonmaakactie dat gepland stond voordat we wisten dat deze witte mannen zouden komen. En dan merk je op dat je niemand ziet die komt helpen schoonmaken. Rendel, ik heb jou niet gezien gisteren. Was je ook te laat? Heb je het niet gelezen? Ik zou toch hopen dat ook jonge mensen respectvol zouden omgaan met hun omgeving en respect tonen, zeggen van hey, wij gaan dit ondersteunen. Mensen willen gaan schoonmaken, we gaan ondersteunen. Het is niet alleen maar Lanti, zijn verantwoordelijkheid. Wie dat zegt, dan heeft u het gemist. Burgers hebben rechten en plichten. Het is net zo de verantwoordelijkheid van de burger om ervoor te zorgen dat uw omgeving netjes is. En Ik nodig niemand persoonlijk uit, Rendel. Ik maak het bekend. En net zoals mensen die voor protestacties niet persoonlijk worden uitgenodigd, maar door middel van een bekendmaking, een flyer, komen mensen ook erop af. Zo ga ik niemand persoonlijk uitnodigen. No offense. Ook geen PM sturen, Rendel, want dan kan ik bezig blijven. Weet je hoeveel mensen ik zo een PM'tje moet gaan sturen? Nee. Hou het in de gaten. We gaan volgende maand weer beginnen en dan gaan we in andere wijken. We gaan dat ding dragen naar andere wijken toe. Waarom? Omdat wij vinden dat ons land bevuild is. We zijn niet alleen maar bevuild in ons denken, maar ook bevuild fysiek. Het is ongelooflijk, de rommel op straat. Hey, niemand maakt zich druk over, niemand gaat daar voor de straat op. Niemand gaat voor de straat op om te zeggen van luister, no. Kijk die kinderen die nog steeds staan knippas te verkopen op straat. Dat willen we niet meer. Dat was mijn heren. En nogmaals, ik ga het uitleggen. Ja. Is dat excuus moet worden aangeboden. Staat helemaal wat mij betreft niet eens ter discussie. Dat is gewoon, het moet gebeuren. Uit
fatsoen. Ook al ben jij persoonlijk niet verantwoordelijk. Want kijk, als mijn vader iets heeft gedaan, dan ben je leg uit nou. Voor zover ik weet, mijn pannen doen niks. Maar stel nou, is dat was dan niet dat mijn paddo. En dan kan maar niet op mij, want aan mij doen, aan mijn paddo. Oké, mijn pannen de morgen, ik kan zeggen, hey, sorry dat mijn pa had je zo voeren. Maar nou, mij doen. Maar ik gewoon tegen je, actie pardon. Zal mijn pa doen aan jou, of aan jouw familie, whatever. Land naar land toe, net zoals ze hebben gedaan met de Joodse gemeenschap, hoort u dit ook te doen. Jammer dat ik de kans, dat is de kans groot dat ik het mis. Ik heb heel wat zaken waarmee ik me bezig hou. Social media doe ik in mijn vrije tijd. Nou, dat is zeker jammer. Het moet komen, net als België, moet het geld naar de burgers klaar, punt uit. Naar de burger? Welke burger moet geld krijgen? Hoe ga je dat? Wat ik moet doen? Potamonie gezondheidszorg. Mekwan stichting. Aantoonbaar, betrouwbare groep mensen. Jawel. En beheersen epsalang ammonie. Een burger, dus ja, ik weet het niet. Ik ga die discussie niet aan, hoor. Letitia zegt op antwoord naar Rendel toe. Dan maar kijken wanneer het u schikt. Uitkomsten altijd goed zijn. Nee, als ik mensen persoonlijk moet gaan uitnodigen. Is dat om mijn smammy up in mijn persoonlijk. Zijn die moet gaan nodigen uit. Daarom heb ik een flyer. Daarom gooi ik het op social media. En ja, dan kunnen mensen het volgen. Ik ben eerder begonnen vandaag, dus zoals ik al heb gezegd. Omdat wij zometeen aanwezig mogen zijn als media. Minister Weerwind gaat kijken naar en luisteren naar zijn premier Rutte. En Margot zegt, ik wacht ook op 8 excuses van de heer Boutersen over 8 december. Ik ook. Ik wacht ook nog steeds op excuses. Want ook dat helpt voor de bevrijding. En een purkunu. En dat was maar nog een jaar aan dat hij. Ja, meneer Rendel waarschijnlijk ook niet. we hebben zelf in ons eigen land mensen die anderen kwaad hebben aangedaan. En niemand biedt excuses aan ervoor. En we gaan over tot de orde van de dag. En dan zijn we selectief bezig, hè? En natuurlijk moeten we geen appels en peren vergelijken. Maar als het gaat over excuses aanbieden, dan kunnen we nog heel wat leren. Over de blanke gemeenschap hoef ik het niets meer te weten. Ik woon in Nederland. Ik kan me best voorstellen waar men heeft over slavernij en contractarbeiders. Ik ben in Suriname geboren. Daar liet ik alles over me heen lopen. Heb jaren mezelf gegeven, weggecijferd. Voor welzijn. Oh, chips. Even kijken, hoor. Jammer. Oh ja, toen ik zelf voor weggezegd voor de welzijn en vooruitgang van anderen. En toen ik zelf een gezin had en zelf hulp nodig had. Diezelfde mensen die ik ging helpen of een familie of werkgevers waren keerden hun gezicht om. Als mensen respect willen hebben, moeten ze ook respect kunnen geven. Goedemorgen, Sonny. Ik was er eerder, je hebt me... Ja, oké, ik ga ook eerder stoppen, hè? Yes. Dan zegt meneer Olandi ook nog weer zoiets. Allemaal hypocrieten zijn jullie. En wie bedoelt u weer met jullie? Kunt u onderbouwen? Waarom u vindt het hypocrieten zijn? Zomaar wat roepen? Weet u, wat heb ik daar nou aan? Niks, toch? Even kijken. Even zo doen. Ja, ik ga deze opmerking verwijderen, want het is onvoldoende onderbouwd. Waarom heb ik het verwijderd of niet verwijderd? Let me see. Anders ga ik me met de heaters vragen, kunnen jullie me helpen om te verwijderen? En Singh zegt, ieder onrecht rats is één te veel en verdient om excuses en genoegdoening. Blessings van Caretakers Rotterdam. En Letitia zegt tegen meneer Veller, misschien iets om te ondernemen in uw omgeving, want dat is wat de bedoeling is, hè? Inderdaad, dankjewel Letitia, dat wij in onze eigen omgeving iets opstarten. Want ik kan natuurlijk niet overal gaan, we kunnen niet overal gaan. Dus wat we proberen te doen, Rendel, luister goed, is dat we proberen dat er in elke wijk iemand opstaat die van Suriname houdt, die zijn omgeving graag schoon wil zien, die begrijpt dat van als je je omgeving kring.
Abunjiasching. Dus de bedoeling is dat meerdere mensen, meerdere burgers dit initiatief overnemen en zeggen, ik ga het in mijn omgeving doen. Mo biging ja. Bigi accidents ma elukuno. Adoti ina gotro. Wat is dit ma gotro som? Is dit ma prasi? Meneer, mevrouw. Dan zeg ik, hey, come on. Rendel, ik ga niet in discussie daarover. Want ik heb ietsje gemist. Dus dan gaan we weer opnieuw beginnen. Dat is niet handig wat mij betreft. Want ik moet zo meteen eruit. En Marlene zegt, verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dus Rendel, als je hulp nodig hebt bij het opzetten van in je omgeving, in je buurt, PM me. Nee hoor, wil ik je wel ondersteunen. Geef me een jing. Maar we gaan in elk geval volgende maand weer beginnen. En dan gaan we nu naar een andere wijk. We hebben 2 weken opgenoemd. En we gaan nog even kiezen welke wijk we naartoe gaan. Wat de bedoeling is dat wij ook RR-leden gaan benaderen. Om te zeggen van, kunt u mensen, uw burgers misschien stimuleren en motiveren en activeren dat ze kunnen participeren. En Oké. Als men goed bezig is, ondersteun ik. Nooit meer als je ook ondersteun, Mirendel. Dus alle lezen in missing. Oké. Okay. Meer kan ik zelf niet doen. Het is de taak van de overheid. Ja, oké. Okay. Ja, dus wat kunnen we daarop zeggen? Je geeft je bijdrage anders. Laat me ons horen wat jouw bijdrage is in Suriname. Dan kun ik het... En je film niet, ja. Ja, nee, ik film. Waarom ik film is van mij duidelijk, maar ik wil het wel een beetje herhalen. Waarom ik film is omdat ik anderen wil motiveren. Om het te doen, hetzelfde te doen. Waarom ik film? Omdat ik soms donaties nodig heb voor datgene wat ik wil doen. Zoals een make-overdag voor de daklozen bijvoorbeeld. Hè? Dan ga ik filmen, ja. Slimmy met de petflessen en banden. Dit initiatief zou heel goed opgepakt kunnen worden door de RR-leden. Dan doen ze tenminste iets. Ik hou me met arme gezinnen bezig. Ik verdeel komende weken levenspakketten. Nou, laat me weten dan waar je bent. Dan kan ik ook, kunnen we ook zien. Het is belangrijk omdat we op deze wijze Rendel anderen kunnen stimuleren, toch? Iedereen kan een bijdrage leveren. Waarom gaan we filmen? Niet om mensen te exposen, want we hoeven de gezinnen niet te exposen, te laten zien. Maar wel, hey, er is een jongeman bezig met zaken. Nou, ze zijn er misschien meerdere jonge mannen die dit kunnen doen. Nou, laten we dus dat zou ik zeggen. En ik zeg toch nogmaals dat wij als Surinamers onze plichten hebben. Niet alleen Lanti. Die gedachten moeten we loslaten. Lanti, na Lanti moest doing, na Lanti moest doing. Lanti moest zorgen inderdaad dat prullenbakken de. En ik heb gisteren gezegd, ik vind de prullenbakken die men heeft geplaatst. Ik was in 2014, toen aan de huidige onderdirecteur van Milieu. Ik was toen in Washington. Een foto gestuurd van kijk, dit zijn goede prullenbakken. Kun je deze niet gebruiken? Ja, we zijn ermee bezig en we gaan dingen doen. En wat schetste mijn verbazing? Allemaal kleine prullenbakken zijn toen geplaatst. Ik vraag aan deze mevrouw gisteren van OW. Worden deze prullenbakken vervangen? Ja. Ik zeg door grotere? Nee. Ah, poer broekoe weer broekoe. Het is toch bewezen dat deze kleine prullenbakken niet functioneren, niet goed zijn. Potrawano. Lanti, taak van Lanti. Ophalen van vuil, taak van Lanti. Maar het is onze taak als burger om ervoor te zorgen dat onze omgeving schoon is, dat u uw afval meeneemt naar huis als u geen prullenbak ziet. Dat is het. Dus ik ga dus zo meteen nogmaals naar de meeting met de media. Wij mogen dus niet, en de minister Weerwind heeft een groepje mensen uitgenodigd. En dat is Absuma. En die gaan dus zitten kijken naar de uitzending. En daarna kunnen we in gesprek of kunnen we vragen stellen aan minister Weerwind. Nou, ik weet niet of ik dat ga doen, vragen ga stellen. Ik ga er wel bij zijn. Maar het is natuurlijk belangrijk, wat gaan we zo meteen horen van meneer premier Rutte.
Maar hetzelfde respect. En dat wij vragen van de witte man. Hoop ik dat wij hetzelfde respect naar elkaar toe geven. En respect naar onze natuur. Want gaat u maar in de binnenlanden. En kijken wat wij als ras-echte Surinamers met onze natuur hebben gedaan. Hoe wij het vernietigd hebben. En nog steeds vernietigen. Met kwikgebruik. Nog steeds. Kijkt u naar onze rivieren. En kijkt u gewoon naar onze omgeving. En hoe respectvol gaan wij om met ons natuur, met ons land, met onze omgeving. Nou, met elkaar. En nogmaals, ik ga ervan uit dat de heer Rutte zoveel intelligentie heeft dat hij begrijpt dat excuses aanbieden vandaag absoluut onkan is. Onacceptabel ook is wat mij betreft. Ik ben blij nogmaals dat Sint Maarten een duidelijk standpunt heeft ingenomen. Zegt dat gaan wij niet accepteren als u vandaag excuses gaat aanbieden. Van de andere eilanden heb je niets gehoord. De uitzending van in Suriname is om 11 uur vanochtend. En in Nederland is het om 3 uur 's middags. En iemand zegt, je zou de kinderen van de buurt kunnen helpen met, en dan ga ik weer terug naar die schoonmaakactie. Je zou ook inderdaad scholen kunnen benaderen. Van, zullen wij je schoolerf doen of zullen wij de straat doen van je school schoonmaken met de kinderen? Ook weer natuurlijk in samenwerking met OW, zoals ik het gisteren heb gedaan. Ik heb OW had ik benaderd vooraf. Dit en ik ga ik doen, die en die dag. Waarin kunt u anticiperen? Kunt u ondersteunen? Jawel, ik zeg, we hebben onze vuil moet meegenomen worden. En hij is nog verder gegaan. Hij heeft 2 bruskutters gestuurd. De heer Jason Gummels en iemand van de petflessen is geweest om alle petflessen mee te nemen. Nou, ik blijf erop hameren. Laten wij statiegeld gaan invoeren. Dat je zo snel alle de petflessen moppen voor straat. Want alles mag ik de petflessen. Zeker de daklozen die afhankelijk zijn van wat ze krijgen per dag. Die zouden gaan en die gaan alles petflessen weghalen en inleveren. Blijkbaar moeten we natuurlijk nog... Komt er veel meer bij kijken dan dat ik alleen maar zomaar roep om statiegeld. Maar, dus ja, we moeten het toch proberen om ervoor te zorgen dat zo many petflessen, dat we het op een verantwoordelijke wijze mee omgaan. Zelf de staatsputjes leeg scheppen, zegt Magdalena. Dan hebben we minder water over. Oh, je bedoelt in je eigen... In je eigen omgeving, in je eigen straat. Ja, bijvoorbeeld. Inderdaad, dat is ook een hele goeie. Trouwens, daar zal ik de volgende keer ook... Wauw. Ik heb een gesprek van de heer van Milieu gehoord... dat op de Noordpool een zeer hoge concentratie kwik is geconstateerd... afkomstig uit Suriname. Nou, ik zal je nog sterker vertellen, Marlene. In Noord, Suriname Noord... Ja... Dan zul je zien, is ook te hoge concentratie kwik geconstateerd. Paramaribo Noord. En mensen, ik weet niet, het is verboden en nog steeds gebruiken mensen kwik. Kunnen we ons daar niet hard voor maken om het mensen te gaan zetten daar, om te controleren? Hé, wacht even meneer, u vernietigt mijn land. Het land dat door de marons... En door de inheemse, eerst de inheemse, goed is bestuurd. Door de marons. Die hebben zich vrijgevochten. De Hindustanen zijn gekomen, de Javanen zijn gekomen. Dat une kono u vernietigen konden. Pe unup ching en gram ching otang. Waar is het respect? Ja, ik ga er zo, zoals ik al zei, zo meteen uit. Want ik moet er naartoe rijden. En kijken daar wat... Ik verwacht niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Is waar. Is niet om 3 uur? Oké. Okay. Om 2:30. Minister Kaag zei 3 uur. Dus, correctie, 2:30. Oké, okay, dan ga ik nog eerder. Nee hoor, ik moet zo gaan rijden inderdaad. Regelgeving is zoek, zegt Letitia. En ik zal erover blijven hameren. En dan zullen mensen zeggen, ja, jawel, wij vervuilen ons land. En dan zeg ik, wij, voor het gemak, want ik doe het niet hoor. Meneer, gebruik kwik.
Meneer Trouwi, mij doet het op straat. Ja? Uit mijn auto. En ik heb gesproken met gisteren van schoonmakers die daar zondag en zaterdag schoonmaken. Zeggen, mevrouw, net ben ik hier aan het vegen en een man gooit gewoon een beker uit zijn auto. Respectloos gedrag is dat. Met andere woorden, je neemt op respect, ja mevrouw, zei ik krie astrati. Je trouwt wel rommel bakadjeng. Kunnen we ook respect hebben voor elkaar en voor ons land? En zullen we ons druk maken over onze gezondheidszorg? Ik wil dat we ons daarop gaan focussen. Onze gezondheidszorg, mensen. Asanego. Asanego, asanego. Apparatuur no de. Specialistische verpleegkundige no de. Omdat er onvoldoende is geïnvesteerd jarenlang. No as mannen moest tegen dat er lolo sani. Want u weet het, ik kom als 17-jarige heb ik gewerkt in het diaconessenziekenhuis. Ik weet hoe het was totdat ik wegging. Tot in 78, ik was in 79 op vakantie. In begin 80 op vakantie. En het was er nog net zo. En daarna is er niet meer geïnvesteerd of onvoldoende geïnvesteerd. Kijkt u maar naar onze overheidsgebouwen. Wilt u zeggen dat het iets is van nu? Wie dat zegt is een grote leugenaar. Wie dat zegt, is een grote ontkenner van de situatie, van hoe het echt is. Onze overheidsgebouwen die er zo krakkemikkerig bij staan, is niet iets van nu. Is niet iets van 2 jaar, is niet iets van 5 jaar, is al langer. 15 jaar, 20 jaar. Noem maar investeren in een politiegebouw. Respect? Jawel. Zullen we over respect praten hier zelf? Hier, daar wil ik me op focussen. En kijk, ja. Oké, we hebben excuus gekregen, dan kunnen wij verder. En hoe gaan we dan verder? Zelfde voet verder? Zelfde voet? Of gaat het de excuses ervoor zorgen dat wij als Surinamers in één keer wakker worden? En zeggen, hé, ja, hoe kies je excuus? No one sit up under more sweetie. Als dat ertoe gaat bijdragen, zeg ik, yes! Meneer Rutte, komt u snel! Want asandisi, ojepi, mekaher kunu broko, mekaher katibo broko, dat wono begrijpt dat na kondre na wie, voor horen kring, voor zorgen dat alles aan wakaboom, dat we geen knie kiezen voor corrupte leiders en geen leiders met een strafblad, dat we een wet moeten gaan maken, dat het verbiedt. Broeder, u heeft een strafblad, u bent veroordeeld, you know, kan komen en een bestuurs, wel één keer bestuursfunctie. Zullen we daarover ons druk maken? In het nu, in het hier en nu? Ja, excuses is nodig. Absoluut. Gaat u mij niet verkeerd vertalen of overbrengen. Excuses is nodig om door te gaan. Maar dan vraag ik me af. En dan? Gaan wij anders om met elkaar als we excuses hebben gekregen? Gaan wij respectvoller om met ons land? Met onze omgeving? Met onze medemens? Als dat bijdraagt, melongolik, meneer, taka excuus, no. Want dit gaat bijdragen aan de verbetering van mijn land. Als het alleen maar gaat om een, ja, een witman tak, sorry. Oké, dan want er als maar taki, u moest kies money. Zo kies aan money. Van jou go onderzoek, zo moest abi, zo moest abi. En dan vind ik, als we ons zo druk maken over het excuus, dan vind ik, what about het excuus van onze eigen mensen die in hier in 82 mensen hebben vermoord. Moiwana ook nog. Inspecteur Gooding. Al deze mensen, Roy Horp. Gaan we excuses krijgen? Gaan we ons ook zo druk maken dat we excuses krijgen van iets dat nog recentelijk is geweest? Door onze eigen mensen nog wel. En nou weet man. En nou weet man. En weet man gebruik je. De blakke man, voor plegen van koep. Nou, weet man, gebruik de man, lek pa joh. Nou, weet man tegen man, go do wat aan die zie. En aan doen. Dus twee weken kost af, weet man. En vooral de mensen die, zeg maar, alles verdedigen van de heer Boutersen, moet u goed nagaan de geschiedenis. Het is die witte man. Let u op wat ik zeg. Het is de witte man die de heer Boutersen heeft aangestuurd om een koep te plegen. Dus heeft die witte man heeft hem ook weer als een. Een slaffie gebruik. Boy, doe wat aan die zie. En look eens op zijn nu. Respect. Wilt u respect hebben? Mag ik het terugzien in hoe u omgaat met uw land? Hoe u omgaat met iemand die anders denkt? Gaat u iemand zomaar uitschelden met allerlei
lichaamsonderdelen, mas en pas erbij halen? Is dat wat u bedoelt met respect? Mensen, we have a long way to go. We have a long, long way to go, people. Huh? En even kijken. Iemand zegt elk jaar een project samenstellen waar we met z'n allen aan gaan werken voor verbetering van het land. Nou, ik weet, mijn wens is een school. Een school. Helemaal van top tot teen. Helemaal! Doe alles aan in een score. Pot mooi toilet. Pot boon toilet. Pot mooi score bangi. A terrein kring. Desnoods een school, een tuintje. Man. Dat zou geweldig zijn. En we moeten daaraan gaan werken. Kijkt u soms waar onze kinderen naartoe moeten. En hoeveel jaren is dit? Is het iets van nu? Is het nu van, is van deze regering? Want ik ga het bewust benoemen. En ze maken elkaar meer reden. Moesu van de wani, mina feya peer. Yo, niks mee te maken. Karmi. If je karmi zo, dat betekent in een archie. Je bent selectief aan het luisteren. Maar wanneer we kijken wat er gebeurt. Is het deze regering alleen? Want ook deze maken fouten. Jawel. Deze benoemen nog steeds ambtenaren. Nog van vandaag. Nog steeds worden mensen benoemd die niet eens geschoold zijn. Voor vinden van een positie. En weet je, ik wil geen enkele positie. Dus niet wat ik aan het doen ben. Ik zoek naar niks. Want ik wil lekker vrij zijn. Voor taksamu want taki. En temetak lee. U moest corrigeren me toe. Op een beschaafde manier. Ja? Maar in elk geval. Deze verwaarlozing van onze gezondheidszorg, mensen, is niet van deze 2 jaren alleen. Helemaal niet. Het is daarvoor ontstaan. Als u eerlijk bent, en dat is wat ik mis. Hè? Dus ik heb altijd gezegd, u mag lid zijn van een partij. U mag een leider adoreren van uw wani. Maar u moest doen eerlijk toch. Ik was aan dat faya afaya. Ik heb u vaker gezegd, ik heb 5 zonen. En mi lobde alamala. Maar actie ding. If den faya, mi wel tegen u ifaya. Ik ga niets verbloemen. Ik ga niets vergoeilijken. Ik ga niet onder het matje schuiven. En dan ga ik wel over andere kinderen praten. Dan miepje ser faya. Nee. Dus. Leider, politieke kleur, etniciteit. U mag het hebben. Maar het wordt toch tijd dat we eerlijk kijken. Van, een leider voor mij. Milo mama. Milo van mijn takkie. Milo mama. Mijn kleins zijn allemaal tof. Maar hé. Amala sendrape. Dan ben je eerlijk, no? Dan ben je een echte Surinamer. Maar wanneer we alleen maar denken in politieke kleur, of in etniciteit, of het adoreren van een leider, die last passie toch? Want je noemt man in staat om objectief te kunnen kijken naar dat ding, met ratio. Nu kom je echt naar emoties, want ik ben een vrouw, emoties hebben we, weet je, oké, dus ik zal proberen eventjes terug te gaan naar normaal praten. En zoals ook toen met het last misdreven. Maar dat we dus in staat zijn, we zouden in staat moeten zijn. Kotakas aan netjes. Zonder te veel emoties. Dat wij in staat zijn om te kijken naar onze leiders, onze DNA-leden, onze ministers, onze voorzitters, onze directeuren. En kijken en gewoon eerlijk kunnen zeggen, oké, hij is wel van mijn partij, maar als Aman doet ja, nee. Dat faya. We kunnen dat niet. En als ik dan commentaar heb over zeg maar de president nu, huidige meneer Santokki, dan gelijk ben ik tegen de VHP. Mag ik een opmerking over de heer Boutersen, ben ik gelijk tegen de NDP. Mag ik een opmerking over meneer Rusland, dan ben ik tegen de NPS. Wanneer gaan we dat stoppen? Wanneer gaan we uit respect voor ons land excuses maken voor ons eigen falen? Excuses maken dat wij ons land zo naar de verdoemenis hebben geholpen. Excuses maken dat wij hebben gekozen voor leiders die niet in staat zijn geweest het land naar hogere hoogtes te brengen. Excuses maken voor het feit dat wij elke keer kiezen voor leiders die blijk hebben gegeven, Gago, niet competent te zijn. Kunnen we excuses daarvoor maken? Coactie, pardon. Alle de voorouders van ons stress en fitness ref puro. Emocino. Lek van aan poko etaki voor Nedra.
dat dat un egi suma, un egi libisma, un egi strana man. E broko akondre. Ja, we kosa wet man. En dan wet man do, wan losani in akondre. Maar uno no, na 47 jaar zijn we oud. Wanneer gaan wij de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden? Wanneer hoor ik mensen daarover praten? Massaal zeggen tegen elkaar, ook jonge mensen. Wat wij van Suriname gemaakt hebben. Normaal. Normaal. Luko van kondre mooi. Luko van kondre goedoe. Daar zijn zo many grondstoffen. En luko van uno. Egisma. En behandel un kondre. Zou we baar trouwen ulobe. Kunnen we daar ook een keertje excuus voor maken? En zeggen, ja, we hebben gekozen, steeds gekozen voor verkeerde leiders. We hebben genoegen genomen en ik wil excuus daarvoor vragen dat ik niet heb blijven vragen van wat is er gebeurd met het geld van Carivesta? Wat is er gebeurd met de naschoolse opvang? Wat is er gebeurd met SLM? Wat is er gebeurd met de visvergunningen? Kunnen we excuus daarvoor vragen? Dat nu, in het nu zelfs. En wij blijkbaar het ook niet beter doen. Aketi no koti. Wij verkopen onze concessies aan de buitenlanders. Wij, Surinamers, verkopen hun vergunningen aan buitenlanders. Zoals de Braziliaan en de Chinees en de Guyanees. Ons land vernietigt. En wij staan erbij en kijken ernaar. En hebben allemaal een grote mond. Over de witte man. En over de Hunistaan. En over de Blagamang. En over. Maar uno edwin toch? Suma edwin. Kunnen we kijken, intern kijken, zelfreinigend beginnen? En onze eigen verantwoordelijkheid ook ter harte nemen? En zeggen: ja, dat je dat doet. Een witte man doet dan is naar uno suma jari. En bestak actie, pardon. En dan moest pijp bakken met zappa. Maar, zo ondoe dan 47 jaar. Hoe go archidisma, sa tek om en grong. Hoe go na desma osso attack juluku no brada, jibaka en bigit ax, pardon. Doen we niet. Ze leven nog, hè? Ze leven nog. De mensen die hebben gestolen van het land, ze leven nog. Gaan we van die ook excuses eisen? Man, jawel. Van die witte man, zeker. Maar nog wat ik aan dat minuut dat je hier bent. Maar ik heb mijn Nederlands paspoort, dus daarom niet zo. Nee, Holland moest die actie pardonen. Ja. En de consequenties ook dragen. Maar wij als Surinamers hebben ook onze verantwoordelijkheid. Een zelfreflectie ontbreekt. Helaas is er geen zelfreflectie bij ons. En het is altijd de andere. Dus ja. Dus ik vind het jammer dat wij ons alleen focussen op één gedeelte. Dus een tunnelvisie. Ne? Ja, toe ai. Maar je loeken nog maar wat ai. Je zie af splinter. Een balk in het trouwen en ai. Je zie af balk. Af splinter. Maar balk in je eigen ai. Je nou wat zie. En je nou wat jere ook toe. En het heeft me taken aan mij. Nou wat redden moest. Wel, ik kan karmie redden moest. Vai wanneer. Mi sorry ba dat mi lop mi kondre. Niet alleen maar met. Mijn oproep zou zijn aan met name de Surinamers hier in Paramaribo, in Suriname. Over helemaal. Dat wij stoppen met de vinger wijzen naar anderen. En beginnen onze eigen verantwoordelijkheid op te pakken. En dat betekent dat u betere leiders moet gaan kiezen. En niet de leider moet kiezen omdat hij leuk zingt. Of omdat hij leuk babbelt. Maar u moet kijken naar de wapenfeiten van iemand. Wat heeft deze persoon gedaan? Ik heb u gezegd, ik moet er nog steeds mee beginnen. Maar drukte. Ik wil een segment gaan maken, wapenfeiten van. Beginnen bij DNA-leden. Die al langer dan 5 jaar, 10 jaar zitten in het parlement. Wat zijn uw wapenfeiten? Kunnen we het van u zien? Wat is uw lijst? Wat heeft u bewerkstelligd? Wat welke wet staat op uw naam? Wat heeft u gedaan? Kunnen wij die verantwoordelijkheid ook aan? Zijn we in staat om aan zelfreflectie te doen? Zijn we in staat om zelfreinigend bezig te zijn? Of zullen we altijd maar die vinger daar naartoe wijzen? Ik heb mijn verantwoordelijkheid. Toen mijn relatie stuk ging, moest ik zeggen, ja, is alleen maar die man. Ik moest ook naar mijn eigen verantwoordelijkheid kijken, naar mijn eigen aandeel. Zo werkt dat ding, toch?
Althans, in mijn boek. En laten we het gezamenlijk doen. Laten we stoppen met etnisch denken. Laten we stoppen met politieke kleur denken. Al wat goed is te betrachten, zegt het volkslied. Dat geeft aan ons land waardij. Niet anders. Niet het gevecht geeft waardij aan je land. Niet het vernietigen van je natuur geeft je land waardij. Niet het stelen van het land geeft het land waardij. En niet het leugens verspreiden over anderen geeft het land waardij. Maar samen, schouder aan schouder. Allemaal, wij hebben net zoveel recht als de Hindustaan en als de Javaan. De meeste rechten hebben de inheemsen. Kunnen we ons dat realiseren? Zijn de inheemsen, hè? We zijn allemaal hier naartoe gebracht. De inheemsen woonden al hier. En kijk. Mijn lafoe man was dat. Luku fa uno e behandel u. Ingi brada nanga sa. Tenodes mano ap. Licht nanga watra. In den dorpo. En we willen excuus. Excuus, ja. Laten wij ook onze excuses zouden gaan aanbieden. Aan onze eigen mensen. Mijn tijd zit erop. Ik ga richting de plek waar we moeten verzamelen. Om erbij te zijn. Kijken wat er zal gebeuren. Nogmaals, ik ga ervan uit dat de heer, dat premier Rutte over zoveel fatsoen beschikt. Dat hij begrijpt dat dit niet kan, excuses aanbieden. Net zoals hij met de Joodse gemeenschap heeft gedaan in 2020. Op een belangrijke dag. Een dag voor die bevrijding van Auschwitz, 75 jaar, heeft hij dat gedaan. Dus ik ga er ook vanuit dat hij, anders is hij respectloos, mijn betreft, naar Mitaki. Goed, ik ben er straks weer. En dan zullen we het horen. Veel dank u wel voor het kijken en voor het luisteren. En ook voor het meepraten. En als ik, ik zie u straks. Dit was, ik ga nog even de pokoe draaien. Dan kunnen we allemaal goed luisteren wat hij zingt. Wat denk je eerlijk, Jere? Apocalypse schreef in 2008. Had je de woorden. Me sarsote. Oh, mi ate sarsote, ma mi sabita quante io co, dacio cringbaka, e mi sabita quante io co, o coma candra, picavi alle beghi, io amoro bulibi. Mas ragade lukunu, mana weta duta kru. Sraga! Mi ati brudu, tibi lukuyu. Sraga! Emchi vie pina sote, vi you go to de. Sraga! So wang tapu yu. If you tango so doro, next so demoro. Digi wa fubi de regi a condrebi. No abingi no anu, luku sabe tu. We fitan a usrebi, leki krabu ni wambari. Dempigi swafu inden krebi. Yeah. Me ate bruto, dime
volta più strati, strana yung seti delibi, dati me begi, ma strana kondre yu chakutu, moro leki sai papi fo, if you no maluku yu piki, fado manko doro. Kondremang na unumu seti stranang. Kondremang, dat betekent iedereen die hier woont. Het is een heel emotioneel lied. Het raakt mij iedere keer weer. Mi ate brudu. Ik heb hier gewoond vooraf. Er zijn mensen die, we weten hoe het was. En dan mi ate brudu, te me lukuyu. Pe undeno. 47 jaar na de bevrijding, zeg maar. Ik wens u een fijne ochtend en ik zie u straks terug daar bij de... Een persmoment. Ciao, ciao. Even nog andere. Even kijken hoor. Me sar sote, mi ate sar sote, ma mi sabita quando io co, da cio cringbaka, e mi sabita quando io co, o come andrà, di cavi alle beghi. Iwa moro bulibi Mas raga de lukunu Mana weta duta kru Srana Mi ati brutu Tibi lukuyu Srana Emchi vie pina sote So ang tapuyo sturo Isiri ang ay kudu Srana If you tango so doro Nexo demoro Digi wa fumi Deregi akondrei